Tombstone. Twee Legendary en Magical Chest. Oh mijn god. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hier op Kakorps. Ja, vandaag spelen we Clash Royale. Laat of eens een like achter, want waarom? Want we hebben eindelijk weer een chest opening op mijn kanaal. Het is serieus best lang geleden. Eerst had ik heel veel chest openingen. En nu denk ik echt wel, nou, wat is het, 3 weken, 4 weken geleden? Voor mij echt heel lang geleden. Voordat ik voor het laatst een echte officiële chest opening gedaan heb. Heb jij trouwens nog een chest opening en is het op iOS? Stuur me even een mailtje. En dan wie weet open ik jouw chest opening de volgende keer. Maar we zitten op het account van Mr. Mantje. En hij zit in de clan Vers Clan. Dat kwam me heel bekend voor. Dat was volgens mij een clan die ik een keer gebruikt had in clan beoordelen. Een van de vele series die ik nooit echt heel veel gedaan heb uiteindelijk. Dan begin ik een serie, maak ik 5 afleveringen en dan stop ik altijd mee. Ja, sorry jongens, het schaalt bij mij zo. Ik kan er niks aan doen. In ieder geval, dat is dus de Vers Clan is daarin voorgekomen voor mij. We zitten dus op account van Mr. Mantje en hij heeft heel wat chesten klaarstaan. Hij zei dat hij heel graag de... Wat was het nou? De Sparky wou. Dus kijken of we die kunnen krijgen. We gaan eerst even kijken naar zijn kaarten. By Rarity. Hij heeft in ieder geval Logo level 2. Meganite heeft hij in ieder geval. Zijn Comets zijn level 10. En ik zie daar een enkele 11. De Knight. Rares zijn level 7. Epics zijn level 4. En Legendaries heeft hij allemaal behalve de Sparky. Dus daarom wilde hij denk ik heel graag de Sparky. Voor de rest zou het ook gewoon chill zijn om een level 1 Legendary te krijgen. Want dan is die level 2. Dus we gaan even kijken wat we ermee kunnen voor de rest. En we gaan gewoon lekker beginnen. Ik wou zeggen, we beginnen met de free chest. Maar toen opeens bedacht ik me weer, hey, je hebt geen free chesten meer. Die bestaan niet meer. Wel weer een epic chest. Dat is een verrassing zeg. Dan doen we eerst de crown chest. Ik ben zo erg in de... Als ik chest openingen maak, heb ik al heel veel gedaan. Altijd eerst de free chesten. Maar die bestaan dus nu helemaal niet meer. Of in ieder geval niet altijd meer. In ieder geval gold chest. Skeleton barrel is unlocked. Lekker dan. Knight en een epic in de crown chest. We beginnen gelijk sterk. Oké, dat wil ik graag zien. Doe even de clan chest. Nu de clan chest opening. Gold, lekker de 10 uit de 10 clan chest. 3 Muskies, Royal Giant, Wereld Battles natuurlijk. Die gaan we nu veel krijgen, denk ik. Omdat net een nieuwe kaart is. Bomb Tour, geen Legendary, wel Epics. En het zijn 3 Cannon Cards. Hele goede Epic, vind ik persoonlijk. Ik vind die Cannon Card heel erg chill om te gebruiken. Zeker in een Graveyard deck. En ook wel in een Golem deck. Maar we hebben nog 5 chests. Doen we eerst de Magical Chest. We doen de Magical Chest. Er zit een Gold, Minord, Knights, Skeleton Barrel, Kanon, Bomber, geen Legendary, wel Epics. En dat zijn 4 Golems die nu een level 3 kunnen. Dus dat is best wel chill. Dan hebben we nog 2 Magicals. Doe ik 1 Magical, doe ik de Epic en dan doe ik de laatste Magical. Gold, Skeleton Barrel, Tesla, Meenoord, Archers, Bomber. Helaas geen Legendary, wel Dark Goblin die een level 7 kan. En de Epic is 4 Clone. Meh. Clone niet zo chill natuurlijk. Gaan we nu door naar de Epic Chest, waar dus gewoon 20 Epics in zitten. Waarvan er 2 Bolos zijn, 3 Lightning, nog 15 Epics. 5 Tornado, nog 10 epics. En dat zijn 10 prinsen. Prins, nou niet echt de chillste epic om te krijgen 10 keer. Dus moi, redelijk prima. De rest is wel namelijk chille epics. Alleen die prins is wat minder. Dan kunnen we dit allemaal... Wow, we kunnen opeens alles collecten. Free chest. Dat is dus... Toch free chest nog in deze chest opening. Toch wel. En lightning erbij, oké. Collect reward. En dat is allemaal dingetjes nog. En dan hebben we een golden chest. Oké, lekker dan. Gold, Tesla, Kanon, Skellies en Flying Machine. En een super magical chest heeft hij nu. Hij heeft nu een super magical chest in de cycle. Collect reward. Moeten we nog heel veel punten daarvoor. Maar dat is best wel ziek dat hij dat nu al heeft. Oké, nou doen we de magical chest. En als laatste natuurlijk de legendary chest. Gaan we 1 of gaan we 2 legendaries krijgen in deze video? Wij gaan het zien. Flying Machine. Minord, Skeleton Barrel. Tombstone, 2 Legendary en Magical Chest. Oh mijn god, dat is lang geleden zeg. En we krijgen Sparky. Ice Wizard, heeft hij level 1 of 2? Oeh, heeft hij wel level 2. Maar het is een hele goede kaart, zeker in X-Bow decks. Dus ik ben hier heel tevreden mee. En wie had nou verwacht dat we een Legendary zouden krijgen in deze Magical Chest? Ik ben er heel erg tevreden mee. 2 Legendaries dus in deze chest opening. De andere is een Sparky. Lava, nee, geen Sparky. En hij is al level 2, dat is wat minder. Niet zo hele chille Legendaries. Alhoewel de Ice Wizard wel chill is. Maar in ieder geval 2 Legendaries. Dus daar ben ik heel erg tevreden mee. Wij gaan online spelen. Wat is zijn PR? Oeh, is het 1% onze PR? Nou, laten we dat PR'tje even helemaal kapot maken. En we gaan helemaal pushen. Oeh, logbait, dat spreekt me wel aan. Ik snap niet waarom je niet die Ice Bird niet
upped. Had ik wel gedaan als ik hem was. En dit deck speelt hij ook Icebird. Hij moet echt die Icebird. En dit deck ook. En dit deck ook. En dit deck niet. We gaan gewoon die Icebird. Ik weet niet of het mocht, maar we gaan het gewoon doen. Dit moet je gewoon doen. Dit is niet. Dit moet je gewoon doen. De Icebird level 11 is zoveel beter dan 10. Want dan kan hij niet gelijk gekild worden door. Ik weet het niet precies. Mijn hoofd voor mij niet gelijk gekild worden door level 11 dingen. Dus dat is heel erg fijn als die dan aan kan komen. Voor de rest. Logbait. Mega Knight, weet je wat? Dit zou ik ook uppen, maar dat is dan weer iets anders. Icebird heb je echt letterlijk in elk deck. Die bets moet je maar over nadenken. Maar dit is wel een lekker deckje, denk ik, op online. We gaan even kijken. Let's go. En dan crush je weer even zijn PR. Gaan we die helemaal killen. Maar ik weet niet met welke decks... mensen rond deze range van cups vaak spelen. Dus Logbait natuurlijk is een heel ander deck dan... Mega Knight Hogwarts. Dus we gaan het zien. Hij heeft sowieso log, dus ik ga even niet mijn Hogwarts hiervoor zetten. Oké, nou dan loggen we even dit en dan gaan we nu met de Hogwarts komen. Oh, ik zie nu al dat een ander, het is niet de officiële Mega Hogwarts variant namelijk. Dit gaan we vierballen. Wat de normale Hogwarts Mega Knight variant is, zeg maar met... Dit doet hij goed. Oh, lekker die Ice Spirit. Die Ice Spirit was lekker. Dan zou ik ook huilen. Nee, de normale is met Zap in plaats van Log. Dus dat is fijn dat we nu de Log erin hebben. En is met Inferno Draak in plaats van Inferno Toren. Maar hij heeft dus een beetje omheen gebouwd waarschijnlijk met dit deck. Maar dat is dus maar het deck voor de Grand Challenge. Mega Knight. We kunnen Goblin Gamer, dan kan hij loggen en dan kunnen we niks meer tegen die prinses doen. Dus doen we rustig even Mega Knight. En dan komt hij met Inferno Toren. Ja, had ik al kunnen verwachten, ja. Maar dat is toch 8 en 7 elixir. En hij doet ook nog zijn Knight, dus dit is wel prima. Dit is wel prima verder. Inferno Toren of Goblin Gang. Ik denk Goblin Gang. En dit zie ik heel duidelijk dat dit in het hoekje gaat. Hoger dan ik had verwacht. Waardoor hij nog een hitje doet. Wel play, dankjewel. Ik denk toch niet dat ik Hogwarts fijn vind. Ik vind tegen dit deck in ieder geval. Ik had liever Logbait gehad. En gewoon een mirror matchup willen spelen. Want daar ben ik denk ik wel beter in dan... nu met dit Hogwarts deck er gewoon niet doorheen komen. Aangezien hij een Inferno Toren heeft. En een Goblin Gang. Maar we doen wel een hitje. Dat is dus fijn. En dit is een hele makkelijke Mega Knight natuurlijk. Boom. Nu kan hij komen met zijn barrel. Maar dan hebben we nu de Goblin Gang ready. Gaat hij dat doen? Ik denk niet dat hij dat gaat doen. We hebben ook maar level 1 Mega Knight. Ik denk nu wel dat hij met Inferno Toren komt. Kijk, dan komen we met die badge. Dit kan wel wat leuks worden. Komen we niet met die badge. Nu gaat hij waarschijnlijk Prinses achterin. Of hij heeft een Zap. Hij heeft geen log in een Logbait. Dat is heel apart. Wel fijn dat we er nu achter komen. Ga ik even de Goblin Gang in dit hoekje doen. Als hij slim is, doet hij Prinses hoog. Gaat hij Prinses hoog doen? Nee, ik doe even voor die Icebird deck voor de zekerheid. Om te kijken of hij Prinses hoog zou komen. Nu komen we al met een counterpush. En dan ga ik dit vuurballen. Want ik gokte al. Ik wist dat hij zou komen met die Goblin Gang. Dus mooie vuurbal. En de Hogwarts er één hitje in ieder geval. Nee, doet geen hit. Dat is niet zo best. Dan gaan we dit loggen. Ik weet dat hij nu met barrel komt. Nou, dan doen we even de Goblin Gang. Dat is op zich wel prima zo tegen die barrel. Dan heeft hij nu de Zap. Dus heeft hij niks tegen... heeft hij wel iets tegen hier tegen, maar heeft hij niks tegen die bats. Waarmee we dus nu gaan komen. En met die Hogwarts, let's go. En heeft hij niks tegen Zap. Hij weet het wel, pleit. En we gaan er nu in. Ik denk dat hij zo met zijn Goblin Gang komt. Wij gaan namelijk alvast even loggen. Kan hij nog eventjes niet met zijn Goblin Gang komen? Nu pas. En ik gooi gewoon gelijk een vuurbal erachteraan. En doet de prinses daar. Nou, dat gaat hij niet meer verdedigen. Let's go. En hebben we de PR. Een nieuw PR op het account van meneer Mantje. Dus daar ben ik heel erg tevreden mee. Best wel makkelijk potje als je kijkt naar de stand uiteindelijk. Ik was eventjes wennen hoe we er doorheen kwamen. En ik dacht even dat het een originele Mega Knight Hogwarts deck was. Maar het is dus een iets andere. Maar in ieder geval precies 3500 duurde. Dus dat was lekker. Gaan we weer met... Nee, we gaan even een ander deck pakken. Dit deck ken ik ook. Maar dit zou ik niet spelen. Want level 3 execution is wel laag voor online. Hij zit namelijk niet heel erg laag voor zijn cups. Heel veel Mega Knight Hogwarts zit ik niet te kijken. Weet je wat? We gaan gewoon even origineel, lekker origineel Logbait spelen. En dan wel Tornado in plaats van Inferno Toren. Want dat vind ik iets chiller. Nou, battelen. Let's go. Gaan we even kijken. We komen tegen Leshnova uit de clan Minecurl. Ja, heel veel rare getallen. Hij heeft meer cups dan wij. Even kijken of we dat PR'tje wat aan kunnen scherpen in dit potje. Prinses in de back. En wat gaat onze Leshnova doen? Waarschijnlijk als hij een beetje slim is, weet hij al dat het Logbait is. Ik hoefde dit niet per se te rocken te aangezien mijn prinses ook wel damage doet op die witch. Maar ik vind het wel prima. Knight. Goed zo. En de toren helpt mee. Doe even die... Oh, slechte Icebird zeg. Ik dacht niet dat die Mega Knight dat zou pakken. Moeten we nu iets doen? Nee, die waarschijnlijk blijft mijn prinses leven. Top. Gaat hij dit... gaat dit niet loggen? Dan gaan wij dit ook niet loggen.
Oh, ik twijfel te hard. Ik twijfel te hard. We gaan even kijken of we hier iets mee kunnen doen. Kijken of hij de log mist en een team te laag doet. Doet hij dat? Nee, hij heeft niet eens een log. Hij probeerde te zappen. Ik weet niet wat deze vent allemaal probeerde. Heel slecht in ieder geval. En we doen heel veel damage. Dan kunnen we kiezen prinses of log. Ik denk dat ik toch voor de prinses ga. En daar ben ik best wel tevreden mee. Aangezien hij een barrel heeft, zo te zien. Ik had die barrel ook naar de King Toren kunnen doen. Doe ik gewoon de volgende keer. Doe ik gewoon lekker de volgende keer. Hoe gaat hij dit doen? Gaat hij weer Mega Knight doen? Net vorige keer deed hij Mega Knight. Oeh, hij doet Witch. Gaan we even dit Ice Spiriten. Zo. Hoppatee. En dat is denk ik wel een beetje genoeg. Doen we even de Goblin King nog een beetje af te leiden. Knallen we eventjes de barrel hier. Kijken of hij weer gaat zappen. Nu heb ik hem wel op de toren. Dus als hij nu zapt, is dat best wel prima. Zapt. En hij doet een Wizard. Wat nog serieus een hele goede zet was van hem. Aangezien die barrel bij elkaar gedropt was door mij. Rockte even die Wizard. En nu hoeven we nog één rocket te plaatsen. En dan hebben we zijn toren. We doen even de tornado, zodat de Hogwider naar de King Toren getornado'd wordt. Lekker dan. En dan hebben we nog steeds de log voor zijn barrel. En we hebben best wel heel hard counterdeck. Zie ik nu. Kom ik nu achter dat we echt wel een heel hard counterdeck hebben. We hebben die Hogwider voor de tornado voor die Hogwider. We hebben de. We hebben ook best wel veel voor deze E-barbs. Die Icebird gaat dood. Dat was niet zo'n goede. Oh, dit is wel weer heel fijn dat hij dit doet. Dan kan ik dit lekker gaan loggen. Doe eventjes dit en doe eventjes dit. Ik drop hem mis. Ik zag dat hij naar voren ging. Heel slecht tornado van mij. Maar we staan alsnog heel dik voor, dus dat maakt niet heel veel uit. Maar dat was een hele slechte tornado. Doe ik even de knight daar. Ik wou de prinses daar doen. Ik weet niet wat ik nou aan het doen ben. Kom op, hé. Kom op, Floris. Even doen. Dit doen. Zo. Hoppatee. We spelen heel slecht, maar alsnog winnen we dit zo dik. Let op. Gaan we dit eventjes nog dit doen zo. Knallen we eventjes. Barrel heeft hij geen zap meer ready. Doen we even de prinses hier hoog om eventjes uit te schakelen. Niet eens met een rocket. En dan rocken we er nog even deze kant. Zodat we waarschijnlijk 2-0 gaan winnen. Iceberg ervoor. Stel dit er nog. Kom op. Doe je nog één hit? Ja, let's go. Doe er één hit. En dan is het een hele makkelijke 2-0. Gewoon wat kan ik zeggen. Het was een heel makkelijk potje weer. Het was een lekker potje. Let's go. En ja, nu hebben we twee potjes boven zijn PR. En nu gaan we nog even één potje doen. Want ik vond dit deck wel even leuk. Dus gaan we nog even één potje met dit deck. Dan gaan we dus dat PR echt eventjes een beetje aanscherpen. Komen tegen Elle Poepie. En dat is een level 11. Wij zijn level 10. Dus dat is al. Dat wordt al moeilijker. Dat vind ik wel leuk. En hij zit in de ken Honey Badgers. En we doen even de prinses in de back. En dan gaan we even kijken wat Elle Poepie doet. Oeh, lekker dan. Dat is heel chill dat hij een pomp heeft. Dan gaan we lekker rocken. Ik hoop niet dat hij Golem heeft. Want Golem, ik kan Golem verslaan met dit deck. Maar ik heb net nu de Tornado in. Tornado is beter natuurlijk tegen Hogwider. Maar niet beter tegen Golem. Dus dat is jammer. Op zich staan we er nu wel goed voor met die Goblin Hut. Die Spierkelbolden worden de hele tijd gekild. Ik ga even de Icebeard erbij doen. Kijken of hij. Nee, hij laat ook gewoon lekker gaan. Hij denkt, weet je wat? Het boeit me ook allemaal niet veel. Doe even de knight. Nu ga ik wel de prinses. Nee. Ik had niet een mortier verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Leiden we heel veel die mortier af. En dan hopelijk is hij nu gericht op de knight. Ja. Gooien we eventjes de barrel hier. Want hij logde net onze gang. Dat is chill voor ons natuurlijk. Wel moeten we oppassen voor. Ah, kijk, daar gaat die prinses. Oppassen voor die mortier. Die mortier gaat namelijk wel wat damage pakken. Dan gaan we dit even log. Oh, wat is dit nou? Wat is dit voor gekkigheid? Een skeleton barrel. Daar ben ik echt nog nooit tegengekomen op online. Echt nog nooit. Daar komen natuurlijk allemaal skeletons uit. Nou, dat stoppen we wel redelijk. Alhoewel die level 10 Spirkelbolt one-shot niet een skeleton. Dat is best wel slecht eigenlijk. Waardoor dit best wel wat damage doet. Ik dacht echt dat we heel erg in de pocket hadden in dit potje. Hij is poppen een heel raar deck. Wat soms ook wel moeilijk is. Dit rocket ik. Ik dacht even te twijfelen. Dus ik even met mijn prinses komen. En dit rocket ik gewoon rustig. Die pomp. Lekker down die pomp. Zo. Knight moeten we bewaren voor de mortier. Dat is logisch. Dus die moeten we bewaren voor de mortier. Knal ik even een prinses in de back. Zo. Hij heeft een log. Gaat hij mijn prinses loggen? Gaat hij dat doen? Dat is ook wel een beetje de vraag natuurlijk. Want dan ga ik gelijk komen met mijn barrel als hij dat doet. Nu doe ik toch even Knight. Ja, en log dat. Dan komen we gelijk met dit. Zo. En dan gaan we dit rocketen. Want dan pakken we de draak. Net nog wel en een mortier. Dus een hele lekkere rocket. Dan wacht ik eventjes tot die mortier dood is. En dan kom ik nu straks met een tornado. Wachten. Zo. Alles getornado'd. Nice. Maar toch ook weer niet. Want die dartbom zit opeens op de toren. Dat willen we niet hebben. Dat willen we zeker niet hebben. Dit gaan we heel lekker rocketen. Slechte goblin hut van hem. Ik had hem voor mijn toren gedaan. Als ik hem was.
Gooi even de Goblin Gang hierop. Gooi we eventjes. Gelukkig nu niet op die prinses. Loggen we dit eventjes. Zo. Doen we. Oh, die log! Pakt ook nog eens die Dart Goblin. Dat is een geluk hebben. Dat is even geluk hebben. Gaan we kijken of we hem kunnen triggeren. Zo, wacht ik even tot die. Oh, ik wou hem triggeren en dan mis ik die trick. Nou ja, maar niet heel veel uit. Hij logt niet eens. Hij had waarschijnlijk log niet eens in cycle. Tornaden we dit weg. En dan was dit wel het moeilijkste potje tot nu toe. Maar we hebben wel gewoon weten te winnen. 3 potjes op rij gewonnen. 2 legendaries gekregen in deze chest opening. Ik ben best wel tevreden. Ik hoop Mr. Mandje. Hoop ik ook. Ik hoop dat hij ook tevreden is met deze video. En jullie natuurlijk. Jongens, ik hoop nog wel uit de video. Zien we in de volgende video. En tot damage.